Serpentjes, ik ben Rico Serpent Gameplay en welkom bij de XXS Gameplay. Misschien dat je het al een klein beetje hoort, maar ik ben toch net iets minder niet ziek dan ik had willen zijn. En vandaag 1 uur lang een XXL gameplay opnemen. Dat gaat mij gewoon niet lukken met deze zielige kutstem. Alleen deze video opnemen is al heel veel moeite. Ik drink heel veel kruidvat hoestdrank extra sterk. Het haalt geen ene flikker uit. Moet je ook geen kruidvat hoestdrank kopen, joh. Krijg je er zelf van. Ik heb geen idee of er morgen wel video's komen, of daarna, of daarna, of daarna. Sorry daarvoor, ik vind dit zelf ook niet leuk. Ik wil gewoon weer video's maken, maar hey, vandaag met heel veel moeite toch nog een video. Welkom bij de XXS Gameplay met vandaag Simply Chess. Dit is een gratis game op Steam en de game is... schaken. En dat kan op afstand, gewoon online, tegen vrienden of tegen computers op verschillende moeilijkheidsgraden. En de game heeft ook nog eens klassieke muziek op de achtergrond. Dan voel je toch eventjes die deftige, nette schaakmeneer. Ik heb vroeger heel veel schaak gespeeld op de basisschool, want we hadden gewoon bijna geen flikker te doen verder op de basisschool. We hadden gewoon schaak en dat kon je daar spelen. En behalve schaak had je eigenlijk niks. Ik zal even meteen mijn favoriete schaakstrategie laten zien. Deze bot is trouwens heel zwak, dus dat scheelt. Wat ik altijd heel leuk vind te doen met schaak, sla maar alsjeblieft met die pion. Ah, balen. Wat ik vaak probeer te doen is met deze loper deze toren te slaan. Dat lukt heel vaak als ik tegen mensen schaak. Ik wil mezelf geen schaakgrootmeester noemen. Deze bot is dus heel slecht. Hij slaat zelfs mijn pion nu niet, die nu helemaal op het einde is. En dan kan ik gewoon zeggen, yo, doe mij nog maar een koningin. Oh, je gaat erheen met je koningin. Dan sla ik die toch. Kijk, ze slaan me gewoon niet. Ze weigeren me gewoon te slaan. Dit is een schaak op difficulty 1. Schaak. Oh nee, daar ben ik mijn koningin kwijt. Wie had dit verwacht? Dus ja, om het even te bevestigen. De bots op difficulty makkelijk. Ja. Zeg maar, zelfs als je de regels van schaak niet weet, kan je nog redelijk winnen op deze difficulty. Ik ben hier eens met de moeite aan het doen goede stukken te bewaren. Ik sta al zo erg voor momenteel. Het was een XXS gameplay, weet je nog. Ik heb vroeger heel veel geschaakt tegen mijn vader. Mijn vader zei namelijk tegen mij, Rick, als jij van mij kan winnen in een potje schaak, krijg jij van mij 50 euro. En dat was, ja, toen ik begon met schaken was ik 11. En ja, toen dacht ik wel, hey, 50 euro, dat is tand hoeveel geld, vriend. Dat is echt gewoon mijn hele leven aan zakgeld. Waarom deed ik dat? Oh, omdat het ding slecht is, daarom. Ik ben echt niet eens meer bezig met schaken momenteel. Ja, mijn vader zei in ieder geval, als jij van mij kan winnen, krijg je geld. En ik hou van geld, dus the end. Goed verhaal, lekker kort. Oh shit, hij is al bijna al zijn stukken kwijt, dat is fijn. We kunnen even dit proberen te doen, dan haalt hij zijn koning weg. En dan, oh, sla je zo zijn toren. Dat is altijd fijn als je dat kan doen. Via een schaak even een lekker stukje pakken. We kunnen hem even helemaal vernietigen door gewoon zijn laatste paar stukken te slaan. Zo, ben je die ook weer kwijt. Oh, doet pijn, hè. Dan kunnen we proberen. Oh, is dat schaak? Oh, wat pijnlijk. Kijk, en dan moeten we proberen nog een keer schaak te zetten. En dan, oh, kijk. Gewaagd. Oké. Interessante move. We kunnen nu onze koningin erbij halen en hem echt in no time matten. We kunnen ook zeggen, we slaan die toren even, die loper even, en is hij nog meer troep kwijt. Nee, weet je wat, we halen even lekker onze koningin erbij. De queen halen we er ook even lekker bij. Oh, wat probeer je te doen, vriend? Hoppa. Oh nee, het is gelijkspel. Het is gelijkspel, want hij kan niks meer. Toch? Stalemate, dat is af nu. Wat heb ik gedaan? Oh ja, hij kan niet bewegen met zijn koning. Want ja, dan staat hij zo schaak. En... als hij zijn loper wegzet, staat hij ook schaak. Dus hij kan geen zetten meer doen. Dan heb je gelijk spel. Dus ik heb niet eens gewonnen. Oké, wacht. We gaan even naar main menu. We gooien hem op difficulty level 2. Ik heb geen idee of... oh my god. Er zijn 100 niveaus. Niveau 100. Human. Ik wil wel beginnen. Eerste zet is voor mij. Oké, dan. Lieve... nu snap ik waarom het zo makkelijk is. Het is niet eens difficulty easy. Het is 1 van de 100. Oké, de klassieke muziek wordt ook meteen 10 keer intenser. Ik ben al blij als ik iets van stukken van deze gast kan slaan, joh. De fucking supercomputers vallen aan, jongens. Ze vallen keihard aan. Oh my god.
Maar ik kan er redelijk schaken in dat ik ken alle stukken en ik kan wat trucjes opzetten en een beetje een paar stappen vooruit denken, maar ik kan niet openingen. Ik heb nooit een boek over schaken gelezen, zeg maar. Dat heb je ook, mensen die gewoon bij iedere zet meteen weten, oh, dat is deze opening en dan moet je dit doen en dan kun je het beste met dit blokkeren en bla bla bla. Nee, zo goed kan ik niet schaken. Ik weet de regels en dat is goed genoeg voor mij. Je gaat mijn paard slaan. Dat vind ik niet tof, man. Vind ik eigenlijk niet zo leuk dat je dat gaat proberen te doen. Haha! Wie slaat nou winstpaard? Oh, kut. Wie slaat nou winstpaard? Goeie vraag. Mijn leventje. Gast, wil je even stoppen met, zeg maar, dit spel spelen? Oh! Wat doet... Oh, hij gaat mijn koningin slaan. Wat een smerig wezen. Een smerige vertoning is dat paard daar. Ik haat mensen die dingen met paarden doen. Jullie zijn verschrikkelijk. Ik kan dat paard... Oh, ik kan dat paard niet slaan. Dan ben ik mijn koningin kwijt. Oh my lord, ik word zo hard ingemaakt. Maar het is oké, want ik speel op echt super hoge difficulty. Dus dan mag het. Dat is een loper, toch? Of is het een pion? Ik ga mijn loop voor zijn loper doen. Dus ik ga stukken blijven opofferen voor zijn stukken. Oh, kut! Ah! Ik ben mijn koningin kwijt. Why? Oh, kut. Als je op een stuk klikt, dan moet je hem gebruiken. Is niet fijn. Ik klik vaak om te kijken wat ik kan doen. En dan, oh nee, dan moet je hem al gebruiken, vriend. Is jammer. Meer dan spijtig. Oh, ik ben er echt niet aan het opletten momenteel, joh. Sloop me alsjeblieft. Fist me, daddy. Fist me, daddy. Mijn stem gaat alweer redelijk goed ondertussen. Ik ben even stem op opwarmingsoefeningen aan het doen. Oh, kut! Had je al door dat ik ingemaakt werd, of niet? Nee, nee, Rick, het viel niet op. Oh, gelukkig maar, zeg. Oh, dat had ik ook niet moeten doen. Heb ik... Oh. Ik dacht, dan ben ik dat stuk kwijt. Nee, er zijn nog betere stukken om kwijt te raken. Oh god. Hij is zo goed. Oh. Zwart wind. Nou, dat dacht ik dus niet. Hij zei maar niet zo XXS meer. Oh, wat is dit allemaal? Een reclame? Daarom is de game gratis. Oké. Level 5. Laten we gewoon even chill doen, jongens. Laten we gewoon even een beetje op niveau spelen. Level 5. Dat is wat ik waarschijnlijk misschien een soort van een klein beetje aan kan. Laten we gewoon proberen weer dezelfde irritante opening te pakken die ik altijd doe. Maar hij gaat er wel meteen bals diep in met zijn lopers. No, joh. Hij loopt ermee te koop. Oké, dat paard moet gewoon even oprotten. Als jij zo cool met je paarden gaat lopen doen. Ik heb paard. Oh, dat ging per ongeluk. Ik wil een paard pakken. Wat doe ik? Wat ben ik allemaal aan het doen, man? Ik heb nu al je geen idee wat er aan het handje is. Gaat allemaal prima. Oh, kut. Dat is niet zo slim. Godver. Ja, weet je wel dat ik heel slecht tegen mijn verlies kan? Nou, bij deze. ook echt helemaal geen zin. Ik ben echt zo aan het kutten. Ik kan zeg maar nog deels dat ik ziek ben, blame op, dat ik heel slecht ben in schaak. Ah, god. Godverdomme, jongen. Fuck dat paard van hem. Oh god, ik ben ook echt... Laat maar! Doei!